Mijn naam is Piet Moree. Ik ben ijsmeester van IJsclub Vooruitgang in Zuidland. En wij proberen ervoor te zorgen dat we voldoende ijskwaliteit hebben om vandaag de kinderen en later misschien op de grote baan voor behoorlijk zaadbaar ijs te zorgen. We pompen de baan op een bepaald niveau. Zorgen dat de baantje wat we hier hebben liggen, dat kleine baantje, daar liggen stelkon betonplaten op. En dan pompen we in hetzelfde niveau een dun laagje ijs op, wat dan op de platen vastvriest, zodat je er niet meer doorheen kan zakken. Dat je het met heel veel mensen tegelijk kan belasten. En daarnaast hebben we een echte natuurijsbaan van drijvend ijs, die voldoende dikte moet hebben om op te schaatsen. En hoe controleren jullie het ijskwaliteit om te kijken of het inderdaad schaatsklaar is? Eerst lopen we erop en dan trap je erop om aan de scheur te schatten hoe dik het ongeveer is. En dan als het puntje bepaald komt, dan boren we een gaatje en we houden een minimum aan van 7 centimeter normaal. Dat noemen wij veilig ijs. We verwachten deze week nog een dag. We verwachten morgen nog plezier te hebben van het ijs. En dan verwachten wij wat de weersverwachting is. Vanaf 12 uur vandaag is de krabbelbaan open voor kinderen. En verwachten jullie ook dat de wedstrijdbaan nog open gaat vandaag of morgen? Of is het nog even aankijken? Dat is aankijken, maar als je ziet hoeveel ijs het in de nacht aanzit en wat er vandaag al op ligt. Er ligt vandaag 6 centimeter ongeveer op. Dan met de dooi in het vooruitzicht. Dan denk ik dat we vandaag de baan nog sparen. En dan denk ik dat we hem morgen open gooien. Maar zekerheid hebben we het altijd pas als het werkelijk gebeurt. En waar kunnen de kijkers meer informatie vinden over of de wedstrijdbaan open gaat of niet? Op Facebook. IJsclub Vooruitgang Zuidland.